Yo. Jullie vragen je waarschijnlijk af, of niet, waarom ik zo weinig upload? Nou, laat me het jullie even kort uitleggen en duidelijk maken in deze korte stukje voor de video. Mijn motivatie ligt ergens daar, op de grond, zo laag als het maar kan. Mijn inspiratie is fucking hoog, ik heb superveel goede ideeën. En mijn tijd is op. School, ja, school. School moet beter, ik voel zelf ook dat het beter moet. Dus ik moet meer tijd in school steken. En de motivatie voor YouTube ligt, zoals ik al zei, heel erg laag. En ik heb heel weinig zin om de laatste dagen om echt op te nemen en er veel tijd in te stoppen. Dus dan doe ik het gewoon niet. Vandaag heb ik ook geen tijd, maar ik doe het gewoon wel omdat het alweer 2 dagen geleden is. Het is gewoon omdat ik alleen ben en ja, ja, het is niet meer zo leuk alles alleen doen. Maar dat komt allemaal wel goed. Dit gaat allemaal over. Het is allemaal een vicieuze cirkel. Op het moment dat je kut voelt, komt alles alweer goed. Dus dat komt allemaal goed. Ik heb gewoon op dit moment heel weinig motivatie om nog verder te doen. En dat ligt niet aan de likes, dat ligt niet aan de views, dat ligt niet aan YouTube. Dat is gewoon puur mezelf. En dat, ja, dat gewoon een beetje allemaal solo is op dit moment. No problem. We gaan er een leuk video van maken. Jongens en meisjes, zeker dat je morgen ineens er niks te zeggen. Let's go. Ace hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we naar de gekste, domste, suckendste video's ooit kijken op YouTube. Ik heb een lijstje gemaakt van idiote kut video's. En deze video's zijn fucking droog. Het is mijn lijst. Het zijn gewoon video's die ik fucking kut vind. Maar er zitten dan ook gewoon video's bij die gewoon fucking random zijn. Fucking grappig. Beetje hetzelfde als de beste YouTube video's van de vorige keer. Maar dan ga ik nu gewoon reageren op grappige dingen. Dus doe zeker dat je mogen als je het leuk vindt. Dan ga ik het zeker meer doen. Okay, how to basic. Kennen we allemaal wel. Maar voor hij de How to Basic was, had hij gewoon goede tutorials. Zoals deze, waarin hij zegt hoe hij een deur dicht doet. Oh shit. En als je How to Basic kent, dan zit er wel een reële kans in dat je zijn twee vrienden ook wel kent. Max, Mofo en Filthy Frank. Deze drie gekken hebben samen een cake gemaakt. En dan zou je denken, wow, een cake? Ja, niet zomaar een cake. Ze hebben eigenlijk alle ingrediënten opgegeten en dan hebben ze ze uitgekotst. Dan hebben ze de cake gemaakt en dat ziet er zo uit. Dit is echt mijn soort fucking kut humor. Toen ze klaar waren met kotsen, hebben ze dus gewoon de cake gebakken en ja, hebben ze hem gewoon opgegeten. Did you drop the kids off to school today? I dropped them off. On their head. De volgende video is toch het nutteloosste van allemaal, maar aan de andere kant toch ook gewoon weer legend. Een kerel die je uitlegt hoe je moet schijten op de juiste manier. I got a request from one person and he got like 5 likes, so... It got like 5 likes, so gotta do this. How to take a shit. You're gonna, come here, you're gonna wanna take some toilet paper, probably like a good amount. Whatever, you know, you might want a double layer, if you are, you don't have the double layer bounty. Ja, er is dus complete bullshit. Aan de andere kant is het ook wel weer grappig, want deze mensen doen iets wat, ja, blah. Wat veel mensen niet weten is dat op YouTube eigenlijk heel veel dingen staan die normaal niet online zouden mogen staan. Mijn cartoonvorm mag bijna alles. En zo staat er een soort van reclamespot voor cocaïne op YouTube. Ja. Have some cocaine. Snort it. That feels good, doesn't it? Like you can take on the world. Nothing is impossible. Ze hebben deze video dan ook gewoon super leuk gemaakt. En eigenlijk vind ik het wel een leuke video. Het maakt mij zelf nieuwsgierig hoe cocaïne is. Dus aan de ene kant is dit gewoon echt een slechte video. Want eenmaal dat je begint aan cocaïne, is het gedaan. Denk ik. Ben niet zeker. Alhoewel ik het wel een fucking vette cartoon vind. En ja, het volgende is iets wat heel veel mensen van mijn leeftijd wel gaan kennen. En dat is de vreselijke muziek die op YouTube staat. Onder de naam Never Stop Speedcore. Ja, dat is dus mijn muziekstijl. En ja. Ik moet mijn microfoon echt fixen, want dit ding hangt er. Oh my god, hoe kan dat nu zo fucked up hangen en.
Hopeloos. Het volgende is de ziekste, de allerziekste dominobaan ooit gefilmd en op YouTube gezet. Het filmpje bestelt al fucking lang. Echt fucking lang. Het is fucking geniaal, dus let's go. Hoi, ik ben Bram. Ik heb een dominobaan gemaakt. Ik zal hem je even laten zien. 1, go. Bedankt voor het kijken, tot het volgende filmpje. Ik weet eigenlijk niet waar ik zo grappig ben aan de dominobaan. De channel staat vol met filmpjes. We kijken er nog eens. De baan is heel goed gelukt. Ik ga subscriben op dit channel. What a beast. Volgende video. Vind ik persoonlijk dan, ja, ik gewoon de grappigste gedubtitelde video van altijd. Deze video, shout-out naar Tarek Kumas uit Genk. Gelukkig de mensen gewoon doorleven. In de kanaal, iemand gezien op zijn gezicht in water gestaan. En die beweegt niet meer. En die is stilletjes naar beneden gaan. Die jongens misschien laatste kans. Ik niet denken, moet die uithalen. Anders, dat gaat niet. Je bent goede zwemmer, gij. Er is fucking random. Belgische televisie slaat helemaal nergens op. Maar oké, it's funny around the corner. Ook heb ik deze bad boy teruggevonden in motherfucking PlayStation 1. En ja, welk spel zitten? Oh, Tarzan the Game. What a beast spel. Als ik dit zou kunnen recorden op een of andere manier. Wow. Holy shit, kan je PlayStation 1 recorden met Elgato? Hi everybody, today you're going to watch of how to record on PS. Ik wil een gewone tutorial! What the fuck? Just ignore it, just this way, okay? This element that I'm doing it, see? Like that. Ah, there we go. There we go, complete. Je moet dus 1000 kabels kopen, maar als het me zou lukken, dan wil ik wel eens een stom spelletje recorden van mijn jeugd. Dit was sowieso mijn lievelingsspel, was gewoon een echt fucking awesome spel. Vond je deze video leuk? Zeker, duimpje omhoog, beneden, dan ik zou zeggen ja, joe.